Het is ook een test voor jullie relatie samen, denk ik dan. Ja, als we samen op een eiland zitten, wel ja. Hoe was het? Ik vond het geweldig om mee te maken. Het is heavy, het is zwaar. Die twee dagen dat ik erin zat? Nee. Mag je niet zeggen natuurlijk. Ik heb het wel zwaar gehad. Ja, maar ik heb mij ingesteld om me niet druk te maken. Zo min mogelijk te doen. En lekker relaxen. En dan heb je nog natuurlijk de vraag. Want uiteindelijk kan je in verschillende kampen terechtkomen. Of je tegen elkaar gaat strijden of met elkaar gaat strijden. Je hebt een gesprek met Anouk Hoogendijk. We hebben niet zoveel materiaal van de uitzending gekregen. Dat mag niet. Het is geheim. Het is echt een kluis. Het is echt heel uniek dat we dit mogen laten zien. Jij in gesprek met Anouk Hoogendijk over je keuzes. Het is wel bijzonder dat je met je vader hier zit. Lijkt me. Ja, dat sowieso. Maar ik wist niet of het verstandig zou zijn. Ik heb nog heel erg getwijfeld. Omdat ik dacht van, zou ik toch niet naar Team Geel gaan? Ja, ik zag je twijfelen. Ja, omdat ik dacht van, het kan ook weer gevaarlijk zijn. Ja, uiteindelijk. Dus we zitten in hetzelfde team. Jullie zitten in hetzelfde team. Ja, ik wist dat we dat mochten zeggen. Ja, dat mochten jullie zeggen. Okay. Maar het kan toch bijna ook niet anders dat je in hetzelfde team zit. Je kan tegen elkaar strijden, of wel? Nou, ik heb daar, wat je in het filmpje ziet, ik heb daar echt over getwijfeld. Op een gegeven moment worden de teams, ga je zien hoe dat gebeurt. Ja. Maar of ik dan wel bij mijn vader zou gaan, daar heb ik echt over nagedacht. Omdat, dan ben je eerder een bedreiging. What would you do, Dua Lipa? Would you go in the team with your father or against him? We're all a bit competitive, really. But I think I'd prefer to be on a team with my dad. With your dad? Yeah, absolutely. Het is beter als je natuurlijk met z'n tweeën heb je twee stemmen al. En dan kun je natuurlijk iemand erbij trekken. Maar dan hebben mensen wel zoiets van, dat is oneerlijk en die moeten er eerst uit. Dat was mijn grootste angst. Dat krijg je ook. Dat kreeg ik al meteen op mijn social media. Van zo oneerlijk dat vader en dochter meedoen. En ik had zoiets, dat was ook mijn grootste angst, dat andere kandidaten dat zouden denken. Ja, en of dat is gebeurd, dat mag je natuurlijk jullie niet zeggen. Of hebben jullie het juist, want je hebt ook met elkaar ook gezegd, oké, luister, je zegt dan meteen twee stemmen. Dus je hebt ook gezegd tegen elkaar, niet op elkaar stemmen. Nooit elkaar wegstemmen. Nee, natuurlijk niet. Dat gebeurt niet. En we hadden van tevoren bedacht, als we bij elkaar zouden zitten, dan gaan we kijken of we mensen erbij kunnen trekken. Dat we zeggen van dan zijn wij in ieder geval al samen. Hmm. Kijken of mensen dan, dat je die mee kan trekken. Dan heb je twee met jou. Dan sta je al sterk natuurlijk. Nou weet je, omdat je altijd gekeken hebt, je weet wat je kan verwachten. Geen eten, et cetera. Maar als ik dan lees, je slaapt heel weinig. Daar. Bijna niet. Bijna niet. Nee. En dan als je al ligt, dan lopen de ratten over je heen. Ja. Maar kleine ratten, grote ratten? Nee, het is echt bizar. Heb je natuurlijk geen kans gehad nog om iets van een luifeltje of een bedje te maken. Dat ga je op een gegeven moment wel doen, want je wil hoger slapen. Ja. Ik bedoel, dat is echt super zwaar om überhaupt iets daar te maken. Maar in het begin, de eerste dag lag ik in het zand naast hem. En ik denk, wat voel ik nou? En op een gegeven moment denk ik, ik draai me gewoon om. Joe, trek het je niet aan, dit moet je gewoon verwachten. En er komt gewoon echt een krab zo omhoog. En die hing zo in mijn rug. En ik denk, wat? En dan slaap je gewoon niet meer. Nee, dan zeg je, papa! Nee. Nou, hij helemaal, hij is al niet zo'n slaper. En hij bij ieder gelijk, wat is dat? Wat is ik denk dat ik gemiddeld een uur geslapen. Zit die krab? Of welke krab? Een uur? Oh, hier. Per dag. Nee, was maar waar. Echt. Nee. Deze wordt opgegeten waarschijnlijk. Ja. Nee, maar wacht even, heb jij een uur per dag geslapen? Een uur per nacht sliep ik maar, ja.